Pirby is een beetje alles of niks. Het is een soort detective die we over de jaren aan het oplossen zijn geweest. Ik denk dat het wel kan. Ja. Maar misschien, ja, we gaan het zien. En dan zijn we weer met Profile. Onze ondernemende gast vandaag, Daan Weddepol, oprichter van Pirby en schrijver van een recent gepubliceerd boek, waarin hij heel eerlijk vertelt dat de weg naar succes niet over rozen gaat. Daar komt het een beetje op neer, hè? Daan, leuk dat je er bent. Eerst eventjes over de prognoses van Pirby, voor we gaan uitleggen wat het precies is. Ik lees in het laatste hoofdstuk lees ik je zeggen dat je op weg bent om een unicorn te bouwen. Misschien, ja. Terwijl het boek eigenlijk bol staat van de verhalen hoe je elke keer op het randje van faillissementen balanceert. Is die voorspelling nu hoop dat je dat gaat halen? Is het om jezelf moed in te praten? Of denk je echt dat het een unicorn kan worden? Ik denk echt dat het kan. Ja, als ik nu zie hoe snel we groeien. Omzet verdubbelt ieder kwartaal. Als we dat doorzetten, we doen dat in heel veel landen. En die kans is er, want we zijn op dit moment eigenlijk één van de twee maar die dit kan. Misschien zelfs de enige die het nu lukt om echt een werkende marktplaats te krijgen en dat te schalen voor dit type producten. Dus ja, het zou heel goed kunnen. Het is eigenlijk, Pirby is een beetje alles of niks. Het is of, ja, het wordt gewoon niet zoveel, of het wordt een billion dollar company. Ja, we gaan even uitleggen wat het is. Het is eigenlijk een soort marktplaats waarbij mensen spullen die ze niet zo vaak nodig hebben kunnen lenen, huren bij de buren. Hè? Dus bijvoorbeeld de boormachine. Ik geloof dat de gemiddelde mens een paar centimeter per jaar boort, terwijl zo'n ding meters lang gaten kan boren. Ja. Prachtig idealistisch idee, maar krankzinnig moeilijk om daar een businessconcept van te maken. Ja, klopt. Het heeft heel veel verschillende soorten uitdagingen. Eén is dat het een marktplaats is. Dus dat betekent al dat je twee klantgroepen hebt en twee waardeproposities die je los van elkaar werkend moet krijgen en dan ook nog eens aan elkaar moet knopen. Dat moeten we ook nog eens doen op een lokaal niveau. Dus we kunnen dat niet in heel Nederland doen, maar moeten eigenlijk wijk voor wijk die liquiditeit, dus dat matchen, zien te doen. En dan doen we dat ook nog eens niet voor één product, maar voor een hele long tail aan producten. Dat zijn er duizenden. Dus je moet, voor al die dingen moet je een soort van hacks verzinnen om dat te laten werken. Dus eigenlijk, het zou niet moeten werken en wij kijken hoe we daar omheen komen om het dan toch te laten werken. Ja. En het lijkt erop dat we het nu rond hebben. Dus dat we en weten hoe we moeten matchen en weten hoe je er geld aan verdient. En ook snappen hoe je dat kan schalen zonder dat de kosten de pan uitreizen, maar gewoon dat de inkomsten gaan schalen. En dat klinkt als een vrij recente ontdekking. Terwijl je in 2012, als ik me niet vergis, met een bedrijf begonnen bent. Ja, klopt. Dat is dan best wel een aardig lange zoektocht. Ja, dat is een flinke reis geweest, ja. Ja. Dat klinkt bijna als een soort van, dat gaat niet goed. Maar wat interessant is, er zijn over de hele wereld zijn er honderden van dit soort pogingen gedaan. En die zijn allemaal ergens eerder gestrand. Dus of ze kregen, de vroege versies kregen het niet eens voor elkaar om mensen met elkaar te laten delen. Dus dat was al een soort van fantastische innovatie. Waren de eerste ter wereld die het voor elkaar kregen dat mensen überhaupt via zo'n platform allerlei spullen gingen delen. Dus we hebben wel iedere keer het gevoel gehad van, nou, we zijn iets op het spoor en we zijn er nog lang niet, maar hier zit wel iets. We snappen wel net wat beter dan al die anderen hoe je dit voor elkaar moet krijgen. Maar dat betekent niet dat het een makkelijke puzzel is. Het is echt een soort detective die we over de jaren aan het oplossen zijn geweest. Ja. Ik heb het boek met veel plezier gelezen en ik kom daar onder andere een passage tegen waarin je eigenlijk vrij hooghartig een overnamebod van 16 miljoen afwijst. En vervolgens komen er allemaal hoofdstukken waarbij je vertelt hoe je met je creditcard en je laatste spaargeld de salarissen moet betalen. Hoe vaak heb je nou spijt gehad op dat soort momenten dat je dat bod naast je neer hebt gelegd? Tijdens het dieptepunt, zal ik maar zeggen, dat ik echt niet meer wist of we het wel zouden vinden en of we nog funding zouden kunnen ophalen en noem maar op, heb ik mezelf wel echt vervloekt dat ik die 16 miljoen heb afgezegd. Maar nu denk ik weer, het was toch de goede beslissing. Maar op het moment dat je denkt, we gaan omvallen, en dan is dus eigenlijk de fictieve keuze op dat moment was geweest, ik had 16 miljoen kunnen hebben of ik ga nu failliet. Ja, dan is het niet zo'n hele moeilijke keuze. Nee. Ja, ja. Ja, want helaas kun je awards niet eten, want daar zwem je zo ongeveer. Hè? Internationaal gelauwerd, uitgenodigd op allerlei seminars en
Ondertussen met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ja. Dus is dat ergens ook een beetje gek, vind je niet? Ja, dat is heel gek. En het maakt het ook wel spannend om steeds spannender om eerlijk te zijn over het feit dat het zo'n moeizame zoektocht is. Omdat iedereen hele hoge verwachtingen heeft. Dus op een bepaalde manier is dit boek ook wel bijna een soort fijne opluchting om voor mij om aan iedereen te vertellen, ja jongens, het lijkt allemaal zo fantastisch, maar het is echt een hele moeilijke journey. En ik hoop ook dat ik zo voor meer ondernemers eigenlijk wat openheid kan creëren over hoe ingewikkeld die weg is. Want het lijkt toch nog steeds wel het beeld te zijn van nou, een start-up, dat kun je als je gewoon goed voorbereidt en je doet een beetje marktonderzoek, je schrijft een businessplannetje, als je dan lanceer je, dan gaat dat gewoon werken. Mm-hmm. Dat is een soort van alsof je een Shakespeare voorbereidt. Dus je tekst maar leert, dan kun je het uiteindelijk doen. Ik denk, als ik de vergelijking met theater moet maken, dat het veel meer op improvisatie lijkt. Je gaat het podium op en dan ga je ter plekke moet je gaan ontdekken wat er gebeurt en hoe het werkt en hoe het moet. En ik denk dat dat de realiteit is van een start-up die echt innovatieve dingen doet. Je weet van tevoren niet wat je gaat tegenkomen. En dat moet je gaandeweg oplossen. En ik denk als we daar, als we dat begrip krijgen met elkaar, dat we ook meer problemen kunnen oplossen. Omdat we, denk nu te snel, misschien ook wel bij de eerste poging stoppen. En zeggen, ja, zie, het is mislukt. Terwijl, ja, dat is het proces van iets uitvinden. Ik neem aan dat de Wright Brothers ook niet op dag één dat vliegtuig de lucht in zagen gaan. Maar dat het een proces was van weken, maanden, jaren. Zoeken naar wat moet ik nou doen om het van de grond te krijgen. Ja, terwijl volgens mij een van de adagia is bij ondernemers, laat nooit zien dat het je slecht gaat. Hè? Ja. Zorg altijd dat het beeld naar de buitenwereld positief is, al is het maar om je investeerders een beetje aan boord te houden. Ja, het is best wel spannend om eerlijk te zijn over moeilijke tijden. Want ja, dan misschien wil niemand meer investeren of willen mensen niet meer bij je werken. Of lopen je klanten weg omdat ze denken, nou, dat wordt niks meer. Mm. Maar ik vraag me ook wel af of tijden misschien niet een beetje aan het veranderen zijn. Of we misschien op zoek zijn naar ook iets meer eerlijkheid en iets meer soort van de transparantie in wat bedrijven nou precies doen. Ja. Ja. Nou ben je gestart eigenlijk met de klassieke hulpprogramma, zal ik maar zeggen. Hè. Rockstart, de Founders Institute, als ik het goed zeg. Mm-hmm. In Londen heb je een tijd in zo'n kraamkamer gezeten. Hoe nuttig is dat nou? Aan de ene kant heel nuttig, denk ik. Omdat het zorgt voor funding en het geeft je heel veel mooie connecties. Het zorgt dat je ook gezien wordt. En dat mensen denken, oh, dit zal wel wat zijn. Want Techstars, die vindt het ook wat. Aan de andere kant denk ik ook dat dat je je kan vergissen in waar het advies vandaan moet komen. Want het is vaak zijn het ondernemers die je allerlei adviezen geven over waar je met je business naartoe moet. En dat helpt om één kant van je bedrijf op te zetten, dat achter de schermen. Maar uiteindelijk zijn het je klanten die bepalen hoe je product eruit moet zien. En tenzij ondernemers je doelgroep zijn, is dat niet de ideale feedback om te krijgen. Wil je toch eigenlijk ook heel veel met klanten praten. Ja, ja. Dus ik denk, ja, het helpt. Maar het is niet genoeg om er te komen. Ja. Nee. Wat me opviel tijdens het lezen van het boek ook, is dat je heel veel het pad gekruist hebt van mensen die krankzinnige ondernemerssuccessen hebben neergezet. Hè? WeWorks, volgens mij komen die gast van Uber nog een keer tegen. Elon Musk. Als je die jongens nou ziet en je kijkt naar hun eigenschappen, is er nou één eigenschap waarvan je denkt, ja, ik snap dat zij zo'n enorm zakelijk succes hebben geboekt? Ik denk dat heel veel van deze mensen doorzetters zijn. Dus dat zie ik wel terug ook. Dat waar een andere had gezegd, nou, ik stop ermee, gaan deze mensen toch nog even door. Hm. Iemand reageerde op mijn boek door te zeggen van, zie je wel, een succesvol ondernemer is een ondernemer die één keer vaker is opgestaan dan dat hij is gevallen. Ik denk wel dat waar is. Het is een proces. En als je maar lang genoeg weer opstaat, en niet constant het oude blijft doen wat faalde, maar telkens zoekt naar, hoe kan ik het net anders doen? Hoe kan ik het net slimmer doen? Hoe kan ik het verbeteren? Dan ga je op een gegeven moment iets vinden wat werkt. Ja. En ik denk dat doorzetten en dat willen en dat moeten
moeten doorzetten van jezelf misschien wel. Dat zie ik wel bij, meen ik ook te zien bij Elon Musk bijvoorbeeld. Ja. Het idee van Peerby ontstond ook uit ergernis over de consumptiemaatschappij in Nederland. Hè? Dus zie jij je nou meer als een idealist of meer als een kapitalist? Ik denk dat kapitalisme hele goede eigenschappen heeft. Maar ik denk dat we ook er te veel op rekenen dat het een soort one solution voor één oplossing voor alles is. Ik denk dat je dat allemaal goed moet balanceren. En als ik kijk naar de effecten nu van eigenlijk het neoliberale idee van we laten de markt alles oplossen. En laat bedrijven maar winst maken tot ze tegen de grenzen van de wet aanlopen. Dat systeem toch wel een beetje aan zijn einde gekomen is. Want je ziet het met grondstoffentekorten die aan het ontstaan zijn. Klimaatverandering, problematiek. Het model was heel goed om heel veel waarde te genereren. Maar is er niet zo goed in, denk ik, om ook maatschappelijk en ecologisch gezien de balans te blijven houden met wat er nodig is. Je bent in elk geval een adept van Eric Ries. Hè? Die zegt van zorg dat je als start-upper lean gedraagt. Dus als je een nieuwe functie toevoegt aan je website, doe het eerst heel rudimentair. Kijk of er behoefte aan is, in plaats van dat je al je tijd in ontwikkeling en zo gaat steken. Mm-hmm. Zie je dat nou veel omarmd worden, die hele theorie? In Nederland, of zijn er toch veel meer mensen die nog steeds zo groot denken en misschien wel verkeerd starten? Ik denk dat het omarmd wordt, maar dat het nog steeds wel de eerste en bijna, ik zou zeggen, de natuurlijke intentie is om toch dat grote denken te doen. Of niet eens per se groot denken, maar mensen denken dat ze een app nodig hebben voordat ze hun start-up kunnen beginnen. Waar ik zeg, nee, de app is het laatste wat je nodig hebt. Want dat is al je assumpties soort van in steen gebeiteld in een softwareoplossing gestopt. Je kan veel beter dingen gaan proberen. Je kan met met pen en papier en een telefoon kun je in principe bijna alles doen wat een platform online ook kan doen. Weliswaar niet op die schaal, maar je kan testen of het werkt. En als het dan werkt, dan kun je die oplossing in software gaan vatten. Ja. En volgens mij alles wat nieuw is, wat je gaat proberen, daarvan ontdek je dat je aannames maar voor een klein deel kloppen. Ik heb dat vanaf het begin geroepen tegen mijn team en alle nieuwe mensen die we aannamen. Van jongens, we gaan lean startup doen. Maar ik wist vaak niet precies wat dan eigenlijk hoe je dat het best kon aanpakken. En ik merkte ook dat bij mijn team dat mensen het boek hadden gelezen en zeiden ik snap het. Maar dat lean startup meer is dan het snappen. Het is een beetje alsof je een boek leest over meditatie en dan zegt nou ik snap meditatie wel een beetje. Klaar. Ja, dan begint het pas. Dan moet je gaan kijken hoe werkt dat eigenlijk. En als ik dat, hoe zit dat dan in de praktijk? En hoe zorg ik dat hè, het is echt een oefening en niet een theorie. Ja. En dat ontwikkelen, dat heeft wel een paar jaar gekost. Ik heb op een gegeven moment zelfs tegen mijn managementteam gezegd, jongens, we moeten echt nu de omslag maken naar deze andere manier van werken. Want anders dan neem ik gewoon ontslag. Want het gaat zo niet. We kunnen niet 9 maanden aan een functie werken om hem dan te releasen en te ontdekken dat die niet werkt. We moeten dat veel sneller en veel kortcyclischer doen. Ja, ik neem ontslag. Dat is natuurlijk makkelijker gedreigd dan gedaan. Want als ik een paar kernwoorden uit dat boek zou moeten noemen, dat mij bij is gebleven, is aan de ene kant paniek. Van, hè, waar moeten we in godsnaam naartoe? En de tweede kant is ook heel erg eenzaamheid. Van, jij bent degene uiteindelijk met de aandelen op zak. Jij bent degene die veroordeeld is om met dat bedrijf verder te gaan. Ja, iedereen kan eigenlijk uitstappen. Kan makkelijker uitstappen dan ik. Ja. Ja. Ja, dat is op een bepaalde manier heel eenzaam. Wat je ervoor terugkrijgt is ook dat je heel veel autonomie hebt. Dus het voelt echt alsof je zelf in de hand hebt wat er met dat bedrijf gaat gebeuren. Maar het maakt ook dat je uiteindelijk behoorlijk alleen staat. Ja. En het is misschien een beetje flauw om op de negatieve dingen in te zoomen. Maar goed, daar gaat het boek nou eenmaal over. Wat was nou het eenzaamste moment in die hele reis? Dat is wel een goede vraag. Ik denk dat het moment wat in het boek ook voorkomt is toen een van onze concurrenten 10 miljoen dollar of euro aan funding ophaalde. En
toen, terwijl zij pas 2-3 jaar gestart waren en wij waren al jaren bezig, dat ik het gevoel had, wij zijn dus 7 jaar aan het zoeken geweest naar iets wat iemand nu in 2 jaar heeft gevonden en worden voorbijgestreefd. We hebben het, we hebben de race verloren, zou ik maar zeggen. Dat was een heel eenzaam moment. Ik was op dat moment ook in het buitenland en ik moest gaan spreken op een conferentie over ons succes. Ja, ja. Dan ja, ik wist bijna niet hoe ik dat podium op moest. En hoe is het nu met die concurrent? Want wat ik begreep is dat ze een heel hoofd van de toren blaast en inderdaad ook overal het succes rondbazuimde. Maar dat ze in werkelijkheid gewoon net zo aan het zoeken waren als jullie, toch? Nou ja, ik heb het laatste nieuws is dat hun uitbreiding naar de VS gestopt is en dat ze de kantoren daar gesloten hebben en de mensen hebben ontslagen. En dat vind ik aan de ene kant jammer voor ze, want uiteindelijk hoop ik dat of wij het nou worden of niet, dat er iemand gewoon slaagt in deze transitie naar slimmer consumeren vormgeven. Tegelijkertijd ben ik ook wel een beetje blij omdat het laat zien dat het toch niet zo makkelijk is als het leek. Dat ze hun initiële succes nog niet per se een garantie is voor dat ze de volgende stap kunnen zetten. En dat is dat schalen. Dus dat ze eigenlijk loopt iedereen tegen dezelfde issues aan als wij. Ja, misschien kan het wel gewoon niet. Ja, misschien kan het niet. Maar als ik kijk naar de signalen die er nu zijn, dan Ik denk dat het wel kan. Ja. Maar misschien, ja, we gaan het zien. De toekomst gaat het leren. We gaan het zien. Daan, leuk dat je er was. Dankjewel. Zin in meer gesprekken. Dan is het misschien het handigst om je even te abonneren op ons YouTube-kanaal. Want dan komen ze vanzelf voorbij. Tot de volgende keer.